Hoi, mijn naam is Emiel en ik neem je in mijn video's mee in mijn creatieve wereld. Ik teken, ik schilder en creëer. Ik vind het ook leuk om steeds nieuwe dingen uit te proberen. En met deze video's hoop ik jullie te inspireren. Regelmatig verschijnt er een nieuwe video op mijn kanaal. Welkom, in deze serie ga ik het smulpaardbord nabouwen wat in de Efteling hangt op het Anton Pieckplein. Ik hoop het bord te hangen, maar eerst, voordat ik kan beginnen, moet ik een bouwplan gaan maken. Ik begon met 3 shirts en ik kwam erachter dat er 2 verschillende borden waren van de smulpaarden. Eentje die is vroeger ontworpen door Anton Pieck, dat is deze. Dit is het ontwerp van Anton Pieck. De oude smulpaap stond van 1961 tot 2002 achter in den Hoorn des Overvloeds. En hier is die te zien op de gevel van de oude smulpaap. En nu de nieuwe, die is ontworpen door Michel den Dulk. En die gaat nu in de Efteling en die ziet er toch net iets anders uit. Ik vond hem iets fraaier eruit zien, mooiere vormen. Dus ik heb gekozen voor het ontwerp te maken dat sinds 2003 in de Efteling staat op het Anton Pieckplein. Ik heb dus eerst een bouwplan gemaakt. Ik zal jullie laten zien hoe ik dit gedaan heb. Dit is de vorm van het bord zoals hij eruit gaat zien. Voor de grote oppervlakte ga ik gebruik maken van MDF platen. Voor de zijkanten ga ik 2 paden gebruiken. Bovenop de paden leg ik aan beide kanten een houten ring. Daarbovenop komt een stuk van de gordijnenroede wat mooie pionvorm heeft. En daarbovenop doe ik een bolletje voor de afwerking. De maten van het bord heb ik aangepast zodat het dadelijk goed bij ons onder een overkapping past. De hoogte van het bord wordt 1 meter. En de breedte van het bord wordt 1,80 meter. Want het echte bord is een stuk groter. Zo komt het bord er dan in grote lijnen uit te zien. Ja! Let's go! We zijn even onderweg naar de bouwmarkt om MDF hout te halen. Dus we gaan eens even kijken wat ze allemaal hebben. Ik heb net thuis al opgemeten. Ik heb gemeten hoe groot het bord gaat worden. De hoogte zal iets van 1 meter worden, want het is eigenlijk de bedoeling dat er misschien nog een keer een buitenkeuken onder komt te staan. Dus dan heb je ook nog wel een meter nodig. En dat is ongeveer 2 meter hoogte wat ik vanaf de grond gemeten ruimte heb. Dus dan lijkt mij 1 meter hoogte van het bord hoog genoeg. Je moet niet vragen hoe, maar ik heb het erin gekregen. Ik had het net over 8 mm dik hout. Het is toch 15 mm dik hout geworden. Omdat ik er ook nog randjes in wil frezen, was 8 toch wel een beetje heel dun. En ja, hoe dikker, hoe steviger natuurlijk. Als je nog niet geabonneerd bent, dan abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje. Ik heb ook nog houtlijm, houtvuller en argilaatkit gekocht. Ik heb alles gekocht wat ik nodig heb. Dus ik kan eindelijk echt beginnen. Ik begin eerst met het aftekenen van een vorm op de MDF-plaat. Zoals je ziet, teken ik eerst de ene kant en maak ik een mal om de andere kant precies tegelijk te krijgen.
En nu? Nu heb ik... dit moet dus eigenlijk een lijst worden. Die er dus dikke bovenop ligt. Die ga ik met nog een MDF-plaat ga ik die overtrekken weer. En dan ga ik die uiteindelijk ook uitzagen zo. En dan kun je er bovenop vastlijmen. De vorm die het bord gaat krijgen, die is nu getekend op het hout, dus nu kan ik gaan zagen. Nu ga ik de lagen aan elkaar vastlijmen met houtlijm. Nu een nachtje laten drogen en dan kan het goed uithalen. Zo, gelukt. Oké, nu ga ik de onderste lat vastzetten. Thank you.
Nu ga ik verder met het op maat maken van de balken die aan de zijkant van het bord komen. Laten we even terugkijken op de bouwtekeningen waar ik ze ga bevestigen. Met het aftekenen van de lengte van de balken kan ik hem zagen. Ik zaag de balken met een handzaag. Dus het duurt even voordat de balken door zijn. Nu de balk voor de andere kant nog. Ja, perfect. Precies zoals ik in gedachten had. Nu ga ik verder met de multitool. Met de multitool mag ik inkepingen zodat de balk daar goed aansluit op de lijst. Eerst de inzage en dan ga ik aan de slag met de multitool om de inkepingen eruit te halen. Met schroeven zet ik de balken nog extra vast aan het bord. Aan de boven- en de onderkant van de balkjes komt een sierplateau. Deze zaag ik, frees ik en monteer ik dan aan het bord. Nu ga ik verder met de bovenkant van de balkjes. Deze bouw op met verschillende objecten zoals jullie ook al zagen op de bouwtekening. Zoals je ziet, het plateautje, de houten ring erop, de kegelvorm van de gordijnroede en de houten balletjes voor de afwerking. Nu werk ik het af met acrylaatkit en vul ik de oneffenheden op met houtvuller. Als laatste, voordat ik ga verven, schuur ik de oneffenheden van het bord mooi glad.
volgende stap in het smulpaapproject is dat ik ga schilderen. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer dan op mijn kanaal en druk op het belletje. Want je wilt echt niet missen dat ik ga schilderen.